Diederik van Zilfhout, net de Grand Prix en de CDIO 5 sterren gereden met de Force D. Een goede proef, maar eigenlijk toch net even iets te veel foutjes. Ja, zeker. Het ging eigenlijk al mis met de eerste, of al mis, maar met de uitgestrekte draf kwam ik binnen en toen schrok hij van de meisjes die de hekjes dicht deden. Die hadden een geel pakje aan. En daarna kon ik eigenlijk niet meer echt de spanning fijn afvloeien. Dus toen kwamen er gewoon nog een paar haperingen, wat me gewoon heel veel punten kostte. Ja, want je scoorde nu dik 68%. Dat had makkelijk 3-4% hoger kunnen zijn zonder de foutjes in de proef. Ja, dat had makkelijk gekund. Maar ja, aan de andere kant is er goed vooruitzicht dat het in ieder geval nog makkelijk een stukje hoger kan. En aan de andere kant is het jammer dat hier die foutjes krijgen. Dit is de vierde keer dat je in Aken rijdt, maar de eerste keer op dit niveau. Ja. Is dat een verschil in benadering? Nou, voor mij niet. Ik denk dat je altijd gewoon het best mogelijke eruit moet halen. Goed, het niveau is nou wat zwaarder. Maar op zich maakt het voor mij niet zoveel uit. Morgen of overmorgen de Grand Prix Special? Ja, dat is wel de bedoeling. En hoe ga je daarop voorbereiden? Hetzelfde als vandaag, alleen dan proberen zonder de fouten. In ieder geval, heel veel succes. Bedankt.